Ook Jochem komt in een gespreid bedje terecht. Goed, naar cabine 2 graag. Heeft het ook met uw eigen werk te maken? Zit u ook een beetje in de beddenbranche? Nee, natuurlijk niet. Ik ben medium. U bent medium? Nee, dat meent u niet? Jawel. Dus u heeft contact met... Gene zijde. Gene zijde? Ja, of gene zijde met mij. Ja? En medium, even voor de duidelijkheid, dat heeft niks te maken met de toekomst voorspellen of wat soort dingen. Dat weer niet, hè? Dat niet, want iedereen heeft zo zijn eigen vak. Nee, anders zou u al kunnen weten hoe dit afloopt. Dit wordt het hem. Dit is gewoon goed. Dit is gewoon goed. Perfect. Perfect zelfs. Ja. Het is geniaal. Maar we hoeven bijna niet eens meer de cabine in. Jawel, natuurlijk. Toch maar even wel doen. Het verkoopt zichzelf. Ah, oké. Okay. En dan krijgen we straks de bevestiging van wat je eigenlijk al weet. Ja. Het is alleen spijtig dat Richard daar niet van gene zijde een seintje heeft gekregen dat zij niet de enige is met een idee voor dekbedden. Hebben jullie ook altijd zo'n onwijs veel moeite met het opmaken van jullie bed? Nou, wij in ieder geval niet meer. Wij hebben namelijk de Zip-It-Up ontworpen. We hebben twee varianten. Als eerste de Zip-It-Once. De kunststofrits is aan de lange zijde bevestigd, waardoor je het dekbed op het overtrek schuin open kunt klappen. Dit is een dekbed. En dit is een dekbedhoes. En dat is het plafond van de slaapkamer. Dit zijn gewoon klemmetjes, touwtjes. Je steekt je hand in de hoes. Je keert het boeltje binnenste buiten. Klemt het weer vast. En dat doe je een paar keer. Totdat je alle klemmetjes gehad hebt. Je doet de bovenste gewoon helemaal open. Dan heb je een rits. En het is gewoon heel makkelijk en simpel. Dan hebben we een tweede variant. De Zip-It-Twice. Er zijn twee ritsen bevestigd, waardoor je het gehele dekbed helemaal open kunt klappen. Het dekbed erin kunt leggen en vervolgens weer dicht kunt ritsen. Ik heb een dekbedhoes met een rits aan 3 zijden deze keer. Oh, binnen een minuut, binnen een minuut. Ja, tijd vliegt als je plezier hebt. Daarom, het hele leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Ik heb zelf een 4-seizoenen dekbed. Nou, 's winters, het is niet te tillen. Dus als je dan je bed moet verschonen, moet je hem binnenste buiten doen. Moet je die punten pakken, moet je kaart schudden. Schud je bijna je schouders uit de kom. En dat is met dit verleden tijd. En op deze manier heb je dat dekbed ingehoest. Nou, alleen, demonstratie mislukt, dat is demonstratiesyndroom. Een laken bestaat, rits in een laken, dat kan iedereen maken. Okay. Dus het is eigenlijk iets voor een producent. Ja. Dus ik zie het niet als een nieuw product. Oké. Nou ja, ik zou zeggen, we nemen hem mee naar huis toe. En we slopen hem weg, want ik heb thuis de echte. Een hele goede avond verder en maak er een mooie dag van. Dankjewel. Richarda wist natuurlijk al dat de andere kandidaten geen schijn van kans maakten. Nu is het aan haar. Met hulp van gene zijde om de jury te betoveren met haar idee. We hebben het beste idee van Nederland. Iedereen heeft er last van en vooral ik. Ik ben klein, ik verdwijn er altijd in weg. Maar nu hoeven we dekbedovertrek hier zomaar in te leggen. Je klikt het vast in de hoekjes. Je hoeft niet meer staan te wapperen. En dat gebeurt van iedere hoek. Zo eroverheen trekken en je bent klaar. Okay. Theo wil er nog iets aan toevoegen. Verstelbaar in 2-persoons. Of Lisimo, hoe ver wil je gaan? Ik vind wel dat we goed over nagedacht hebben. Ja. Dat wel. Wil je thuis hebben? Nee. Nee, ik wil niet. Helaas, dit soort ideeën zijn al meer langs geweest. Helaas. Het spijt me. Ondanks alle ingevingen van bovenaf weet Richard er nu zeker dat ze de finale niet haalt.